Hoe zorg ik er nu voor dat ik iedere maand geld over heb, zodat ik kan gaan investeren? Dat is een vraag die ik super vaak krijg. En als jij die vraag ooit al eens hebt gesteld, dan is deze video iets voor jou. Want in deze video ga ik je exact tonen wat je kan doen om er zeker van te zijn dat je elke maand meer en meer geld beschikbaar hebt om te gaan investeren. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Jonas Vermeulen. Ik ben auteur van het e-book De Geldmachine Gids. Financieel onafhankelijk in vier stappen. En ik leer mensen eigenlijk hoe dat ze financieel onafhankelijk kunnen gaan worden, door het maken van een duidelijke visie, strategie en een plan die ze uiteindelijk gaan, gaan implementeren. Voilà. Dus wat we het vandaag over gaan hebben, is hoe dat je elke maand meer kan gaan investeren dan dat je eigenlijk had durven dromen. En het antwoord op die vraag is heel simpel. Ik kan die zo in twee zinnen geven, maar voordat ik ze geef, wil ik jou een vraag stellen. En de vraag die ik wil stellen is als volgt. Waar geef jij geld elke maand aan uit? Waar geef jij geld elke maand aan uit? En dan bedoel ik niet ongeveer een beetje. Dan bedoel ik niet ja, ik huur iets, dus ik geef daar geld aan uit en en aan de supermarkt geef ik ook wat geld en in de zomer op reis gaan geef ik ook wel wat geld aan uit. Nee, nee, nee. Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is elke maand hoeveel euro gaat er naar precies welke uitgaven? Hoeveel kost uw internet precies per maand? Hoeveel geef je uit aan supermarkt eten elke maand? Hoeveel geef je uit aan vakanties iedere maand of ieder jaar? Exact tot op de euro nauwkeurig voor elke maand. De kans is groot dat je nu denkt: oei, oei, daar heb ik helemaal niet scherp. Dat, 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 dat weet ik niet. Ik weet het wel ongeveer, maar dat in detail voor die specifieke maand zeggen: goh, dat is toch precies wat moeilijker. En als dat jouw reactie was, als jij nu dacht, oei oei shit, dat weet ik niet, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want als dat zo is, dan betekent dat dat er makkelijk nog 100, 200, 300, 400 euro beschikbaar is, in een maandbudget, die we kunnen gaan vrijmaken om extra te gaan investeren. Dus als je, als je in de situatie zit waarbij dat je dacht, amai, ik weet helemaal niet precies waar mijn geld iedere maand naartoe gaat, dan durf ik jou op een blaadje geven dat je tussen de 1500 en de 5000 euro per jaar zorgeloos kunt vrijmaken om te gaan investeren. Voilà. Um, dat gezegd, gezegd zijnde, en de eerste stap is de stopmaken van het budget. Mensen die financieel afhankelijk zijn, of een stuk op weg daar naartoe, die leven volgens een specifiek budget. Wat bedoel ik daarmee? Mensen die financieel afhankelijk zijn, of zullen gaan worden, die weten precies waar ze geld aan uitgeven. Je weten voor de maanden die komen, de twaalf maanden die komen, waar geven ze hun geld dan uit? Hoeveel euro is er voorzien voor eten? Hoeveel euro is er voorzien voor het dak boven hun hoofd? Hoeveel euro is er voorzien voor internet? Voor de gsm-kosten, voor de autokosten, voor vakanties? Ga maar door. Elke lijn van uitgaven, elke euro die je maar kunt ingeven, staat in dat budget. Dat is iets wat dan mensen die financieel vrij zijn gewoon standaard doen. Dat is een heel rocket science. Dat is zeer disciplineerd elk maand. En daarbij aangevuld, ja, daar stopt het nu natuurlijk niet. Want je kunt wel een budget maken, maar als je nadien gewoon hup, je portefeuille uithaalt en het geld overal aan uitgeeft, ja, dan is je budget helemaal niets waard. Dus de clue zit hem erin, dat je op het einde van elke maand even gaat zitten met je budget, en dat je eens gaat kijken waar dat geld echt naartoe is gegaan. Dat je eens je bankrekening erbij neemt en kijkt, waar heb ik nu eigenlijk echt mijn geld aan uitgegeven de afgelopen maand? En dat je dan de vergelijking maakt tussen wat had ik voorzien en waar heb ik echt mijn geld aan uitgegeven. Want het interessante is dat je dan gaat zien dat er waarschijnlijk wel wat verschil op zit tussen wat jij dacht er geld aan uit te geven en wat hij echt geld aan uitgeeft. En ik denk ook, als je heel eerlijk bent met jezelf, dat je nu zelfs al weet wat de dingen zijn dat je subtiel negeert elke maand. De deliveryhoekers, dat je eigenlijk niet budgetteren, pas dat dat passeert wel. De zalando's, die, oh, het was een mooi kleedje, het was een schone broek, ik heb maar snel gekocht. Die dingetjes, die allemaal schoon ontsnappen. En dat is oké, okay. 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 maar ze ontsnappen heel makkelijk aan ons budget. Dus stel dat je inderdaad in die situatie zat, nogmaals, waar dat je geen helder zicht hebt op je budget en dat je budget niet opvolgt. Alsjeblieft, dan is de grootste stap die je kunt nemen om elke maand geld vrij te maken om te investeren in het opmaken van het budget. Dat is heel simpel. Daarmee ga je honderden euro's per maand, duizenden euro's per jaar. Extra genereren dat je, dat, je kunt gaan, dat je kunt gaan investeren. Dus zorg dat je de discipline onder de knie krijgt van budgetteren. En de discipline onder de knie krijgt van budgetopvolging. Want dat is hetgene wat ervoor zal zorgen dat je elke maand consistent je geld voor jou aan het werk kan gaan zetten. Dus wou het je nog tegen.